Thijs en Alexorian. Dit is de Archeon Midwinter Fair 2009. En hier zijn de Game Masters. Wat zei je? 2009? Jezus. Sinterklaas is voorbij, het is winter, we staan hier ook 's ochtends vroeg in de kou en achter mij is een rij voor... Nou, we willen met winterfair. Dus we gaan even een kijkje nemen. Toen zij wegging, keek ik nog naar het vuur. En misschien is het een verbeelding, maar in het vuur zag ik toch duidelijk een vlammende grijns. En één klein vurig handje. Dat mag even naar me zwaaien. Wat is het? Wat zingt u? Wij zingen middeleeuwse liederen en op het moment middeleeuwse kerstliederen. Oké, en was dat in die tijd allemaal a cappella? Of ik zie wel een trommel, maar dat werd er ook aan toegevoegd? Of is dat een beetje extra? Dit was echt zoals het ook in die tijd was. We proberen zo goed mogelijk de instrumenten na te bootsen. Kijk, het gaat erom, je moet natuurlijk een thematisch feest hebben. Je moet wel ergens in je setting thuis horen natuurlijk. Anders gaat het natuurlijk niet goed. Kijk, wat ik nou ook heb natuurlijk. Eigenlijk ben ik nog niet thematisch genoeg, zeg maar. Eigenlijk moet ik het zo doen, hè. Dat is thematisch. Dit is eigenlijk heel fout. Dus eigenlijk is het niet goed. Game Masters. De Archeon Midwinter Fair gaat niet alleen over sprookjes, vrolijke volksliedjes en knusse herbergen. Ik zit hier namelijk bij een klooster en de monniken van het klooster die luisteren tussen het grobben van de vloeren en het bidden naar snoeiharde metal. Ik zit hier bij twee bandleden van Alexorian en nou, dat ging er nogal ruig aan toe net. Jullie genre wordt ook wel epic battle metal genoemd. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is bij een gebrek aan een betere term eigenlijk. Wat we eigenlijk spelen is een mengelmoesje, denk ik, van heel veel verschillende stijlen. Voornamelijk in metal eigenlijk power, viking, zit wat Blackthorn, ook death invloeden en wat folky dingetjes. Dus. Maar voordat je het Power Black Folk Death Metal gaat noemen, past dit beter. En vooral de teksten wordt de battles uitgedragen. Maar ook de muziek die we hebben past er wat dat betreft heel goed bij. Ja, en noemen ze een battle dan waar jullie inspiratie uit hebben gehaald? Waarmee het begonnen is eigenlijk? Ik schrijf eigenlijk alle teksten. Ik baseer het niet op echte zaken. Maar gooi voor de grap eens een dvd'tje van Braveheart of Lord of the Rings in de speler. En... Ja, dan kreeg je gewoon een beetje dat krijgersgevoel wat in een man zit. En dan dacht je van, daar moet ik muziek mee maken. Ja, of in een vrouw bij ons, dat geval ook. Twee stuks hebben in de band. Ja, ja, want jullie combineren zeg maar metal met klassieke zang van een van de vrouwelijke bandleden. En we kennen natuurlijk wel bekende bands zoals Nightwish en Within Temptation. Maar jullie zijn toch met vlagen behoorlijk een stukje harder en ruiger. Is dat ook een beetje wat jullie onderscheidt? Ja, voornamelijk voor ons geldt dat de blaasbeats ons onderscheiden. En dat er ook meer gebruld wordt dan bij de andere bands. Plus het grote verschil natuurlijk. Dat gaan we nog aan werken. Maar behalve dat is bij Nightwish en With Temptation zijn de, wat ik zelf vind, de lyrics wat liever. En wat dromeriger dan onze slagpartijen en dat soort dingen. Yes, you'll be approved. Enjoy your magic treasure. Will be out.
Masters. Zegen? Ja. Zegen? Zijn je daar zegen? Ja. Ah, ik moet geen zegen in mijn huis. Opgehoepeld met je zegen. En Baba Yaga duwde Vasilisa haar huisje uit. En op het erf gekomen nam ze een van de mensenschedels waarin het vuur gloeide en prikte het op een stok. Hier is je vuur en maak nu dat je wegkomt met je zegen en laat je hier nooit meer zien. Iedere verhalenverteller heeft zijn eigen uniekiteit, zoals ieder mens. Wij zijn heel erg sterk. Ik samen met Theresia, met mijn vrouw, in een sprookjesfeer neerzetten. Daar zijn we heel erg sterk in. En wat wij ook doen als verhalenvertellers, wat je over het algemeen eigenlijk niet ziet in de wereld van verhalenvertellers, is dat wij gekostumeerd spelen. Baba Yaga, baba heksa, baba ha ha ha. Baba hi. Naast de verhalen, wat voor muziek doe je er dan bij? Is het uit welke tijd en waarom? Ja, mijn vrouw die speelt dan de harp, hè, voor een deel op de achtergrond bij de verhalen. En soms zingt ze een lied. En nou, bij het verhaal van Baba Yaga en Vasilisa was het eerste liedje wat ze zong. Dat is eigenlijk gebaseerd op een middeleeuwse melodie van Isabella, mijn dochtertje, is het dan. En nu zingt ze Vasilisa, mijn dochtertje, weet je maar. En het tweede verhaal heeft ze zelf gecomponeerd. Of het tweede lied heeft ze zelf gecomponeerd. En verder, ik speel dan mondharpen. Deze is in A gestemd, dus een vrij hoge mondharp. Fantastisch, joh. In Mongolië vertellen ze een verhaal dat er was een jager op jacht en die zag een beer bij een boom waar de bliksem was ingeslagen. En er was zo'n stukken hout en één stuk hout in het midden. En die beer die trok elke keer zo. En dan liet dat stuk hout los en deed hij boe, 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 boe. En dan weer boe, 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 boe. En die jager stond er een tijd naar te kijken en te luisteren naar het geluid. En toen dacht hij, hé. Hey. En toen heeft hij thuis de eerste mondharp gesneden. Al gauw werd het lente. De bloemen begonnen weer te bloeien. De zon begon te schijnen. En Vasilisa en haar vader waren weer gelukkig. En het boosaardige stel hebben ze nooit meer gezien. Archeon, het was koud, maar dat maakt het feest wel extra speciaal. Want mensen die zitten bij het vuur en komen samen. Ja, zo zijn we toch aan het eind van het jaar gekomen. En Daniel, wat denk jij ervan? Ja, eigenlijk een jaar geleden is het allemaal begonnen met een mobiel telefoontje. Een beetje filmen en een crappy filmpje in elkaar zetten. En het is uitgegroeid tot wat we nu eigenlijk maken. En we hebben hopen volgend jaar nog veel meer leuke dingen te maken. Ook buiten evenementen om. En daar gaan we ook wat hulp bij krijgen. Ja, want we hebben Gwen erbij. Die gaat ons assisteren dit jaar. En Gwen, heb je er zin in? Ik heb er ontzettend veel zin in. En wat ga jij doen? Nou, ik ga een beetje de vrouwelijke bijdrage van mijn rekening nemen. Want dat kunnen wij wel gebruiken, hè? Ja. Oké, blijf eens kijken voor volgend jaar. Game Masters.